Hallo allemaal, we hebben het vandaag over verplicht, verboden en toegelaten. Dat wil zeggen over dat moet, dat mag niet en dat mag. Deze borden heb je wel al eens gezien op de straat. Het bovenste bord wil zeggen, ik mag niet fietsen. Fietsen is verboden. Het onderste bord, daar lees je tekst verboden te skaten. Dit is skaten. Verboden, dus ik mag niet skaten. Dit zie je wel eens op de bus. Op de bus is het verboden te roken. Ik mag niet roken op de bus. Op de bus is het verboden om te eten of te drinken. Ik mag niet eten en ik mag niet drinken op de bus. Dit zie je wel eens op een werf. Op een werf is het verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Ik moet een veiligheidshelm dragen. Dat is verplicht. In de auto moet ik een veiligheidsgordel dragen. Dat is verplicht. Ik moet een gordel dragen. Dit zie je wel eens op een parkeerplaats. Een P met daaronder een symbooltje van een persoon in een rolwagen. Een gehandicapt persoon. Deze mevrouw mag hier parkeren met haar wagen. Dat is toegelaten. Ik mag hier niet parkeren. Dat is verboden. Even een overzichtje. Toegelaten wil zeggen dat mag. Als je dit bord ziet, wil dat zeggen ik mag wandelen en ik mag hier fietsen. Dat is toegelaten. Als je dat middenste bord ziet, dan weet je, roken is verboden. Dat mag niet. Ik mag niet roken. Roken is verboden. Als je dat rechtse bord ziet, dan weet je, een mondmasker, dat is hier verplicht. Ik moet een mondmasker dragen.